aan, maar begrijp je het dan niet? Hé, hey, nou kan ik bewijzen dat Celia niks met die moord te maken heeft. Begin nou even opnieuw. Ga zitten. Hier, kijk eens. Deze brief bewijst dat Jan opdracht heeft gegeven voor de moord. Maar kennelijk heeft ze die huurmoordenaar helemaal niet betaald, want hier vraagt hij waar zijn geld blijft. Als je onze afspraak niet nakomt, dan ga je dezelfde weg als Van Hout. Ja, precies. Kijk eens, ze heeft een hele dubieuze advertentie gezet. De sleutel tot het geld ligt in het telefoonboek. Ja, Daniel, dit is fantastisch. Je moet dit meteen aan Bronkhorst laten zien. Ja, doe ik ook. Wat dacht jij dan? Ik ga hem direct bellen. En dan te bedenken dat ik helemaal geen idee had wat ik zocht en dan vind ik dat. Ja, goedenavond. U spreekt met Daniel. Mag ik de heer Bronkhorst even voor u? Oh, heeft u dan misschien zijn privénummer? Het is dringend. Nou, ik zeg toch dat het niet kan wachten. Luister nou eens, hij mag ons wel midden in de nacht uit bed bellen, maar als ik hem een keer... Jezus, van de klootzak, die hangt gewoon op. Als je die mensen nodig hebt, zijn ze er nooit. Nee. Nou ja, dan moet het morgen maar zo vroeg mogelijk. Zal ik met je meegaan? Nee hoor, dat hoeft niet. Ik kan het alleen wel af. Was maar vast zover. Zo. Celia, kom nog even. Hé, hey, waar blijft mijn borrel? Je ziet toch dat ik bezig ben? Dat zie ik, ja. Een huisje op je rug zou je niet meer staan. Als je baas in het van jou moet hebben, verdient ze nooit wat. Nou, zegt u het maar. Nou, die heeft ook geen geheugen, hè? Een jongen. Betaalt ze nu of moet ik het weer opschrijven? Nou, schrijf het maar op, hè, moppie. En ga Rick even halen. Rick is er niet. Nou, zeg maar dat ik er ben, dan komt hij wel. Ik zei je toch dat hij er niet is? Kom op, trutje. Op zijn rekening moet hij me maar niet zo lang laten wachten. Daniel? Ja, meneer Daniel. U spreekt met Wieringa. Met wie? Wieringa. Ik ben hoofd van de afdeling waar mevrouw de Ridder is opgenomen. Spijt me, maar ik heb slecht nieuws voor u. Wat dan? Mevrouw de Ridder heeft een zelfmoordpoging gedaan. Gelukkig waren we er op tijd bij. Meneer Daniel, bent u daar nog? Ja. Ja. En hoe is het nou met haar? Ja, ze is overgebracht naar het ziekenhuis. En ze ligt op de intensive care, in coma. Ja, meer kan ik op dit moment helaas niet vertellen. Meneer Daniel? Ja, ik kom eraan. Ja, het spijt me voor u, maar op dit moment mag er iemand niemand bij. Ik ben in 10 minuten bij u. Nee, inderdaad, maar je mag grappig zien dat zo zit. Hé, ik moet nog even wat drinken. Ik weet het niet. Zal ik hem maar voor jou beslissen? Nou ja, straks denk ik over dat ik een Zwarte Piet ben. Dan krijg ik even mijn water over me heen. Vond je het toch wel leuk vanavond? Ja, zeker. Maar ik denk niet dat ik met je mee naar binnen ga. Stel je voor, zometeen komt Govert binnen en wat kan mij dat nou schelen? Ik maak zelf wel uit met wie ik omga. Ja, mij kan het schelen. Kun je het beter niet doen. Alleen wat drinken. Verder niks. Is beter van niet. Ik ga. Hé, hey, wanneer zie ik je weer? Gauw. Nou, kom op, naar binnen jij. Zometeen krijgen we alle twee een emmer water over ons hoofd. Kom op, nog eentje. Geen sprake van en je moet nu betalen. Ik betaal niet, Rick betaalt alles. Nou, kom op, trutje. Kom. Zo, meneer de Jong, wat doet u hier? Ik zoek een borrel en aangezien zij niet winkel wil schenken, doe ik dat zelf even. U krijgt helemaal niks meer, u betaalt en gaat naar huis. Nou, dat maak ik zelf wel uit, hè. We hebben die fles nou gelaten. Nogmaals, u betaalt en vertrekt. Waarom? Ik ben niet goed genoeg voor deze club. Nou, ik blijf net zo lang als ik wil. Goed, als u liever wilt dat ik de politie bel.
Het is altijd hetzelfde gelazen, hè? Als ze het niet in er eentje af kunnen, bellen ze de politie. Stel eentje, de Rutte. Ik ga al. Ik wil hier niet eens meer blijven. Zo, die is weg. Ja, maar zonder te betalen. Nou, dat heb ik er graag voor over. Maar hoe dan? Ze heeft geprobeerd zichzelf op te hangen. Gaat u even zitten. Hoe? Met een sjaal. Een sjaal? Ja, we weten niet precies hoe lang de hersenen zonder zuurstof zijn geweest, maar als ze snel bijkomt, dan maakt ze een redelijke kans. En anders? Ja, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. U kunt het beste gewoon naar huis toe gaan. Hè? En zodra we iets weten, nemen we contact met u op. Nee, ik wil daar eventjes zien. Het spijt me, dat kan niet. Ja, maar waarom niet? Het spijt me. Ik mag toch wel eventjes bij. Het laat haar toestand niet toe. Goed dan. Blijf ik wachten. Zoals u wilt. We houden u op de hoogte. Hè? Veel sterkte. Goedemorgen, meneer Peters. Kan ik afruimen? Hé, hey, wat doe jij hier? Kom even dag zeggen. Oh. Mag ik erbij komen zitten? Ja, tuurlijk. Ga je gang. Heb je niet zo'n trek? Nee, niet zo. Heb jij ontbeten? Nee, nog niet. Nou, neem je hier toch wat van? Nou, ik heb ook niet zo'n trek. Ik wilde je vragen. Ik ben vanmiddag vrij. Heb je zin om iets leuks te gaan doen samen? Iets leuks? Wat dan? Weet je niet. Weet jij iets? Nou, ik was eigenlijk van plan een vriend van me op te zoeken. Oh, heb je dat afgesproken? Moet je echt niks? Zeg nou geen antwoord. Ja, niet echt, maar... Nou, dan kunnen we toch samen de stad in? Ik moet nog een cd kopen voor een vriendin die volgende week jarig is. Daar weet jij meer van dan ik. Van muziek bedoel ik. Oh, ja, maar ik ken die vriendin eigenlijk helemaal niet. Daar weet ik weer alles van, dus dat kan het probleem niet zijn. Nou, oké dan. Maar je hoeft me ook weer niet alles van je vriendin te vertellen. Leuk, nou dan zie ik je vanmiddag. Kom je me ophalen? Nou, als je het niet erg vindt, kan je dan gewoon hier naartoe komen. Vind ik ook best. Ja, ja, tot vanmiddag. Ja, eindelijk zeg. Hoe was het bij Bronkhorst? Ik ben niet bij Bronkhorst geweest, Janine. Waarom niet? Je zou toch meteen vanaf Janine, vroeg naar de... Celia die heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Wat? Maar geprobeerd? Ze leeft dus nog? Ja. Ze ligt in het ziekenhuis. In coma. Wat zeggen de arts? Niet veel. Het is gewoon afwachten en hopen dat ze zo snel mogelijk bijkomt. Ik begrijp het niet. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik weet het niet. Ze wilde zichzelf ophangen. Ophangen? Maar hoe dan? In een sjaal. In een sjaal? Als ik gisteravond naar daartoe was gegaan, dan was het niet gebeurd. Of als ik die zak van mijn Bronkhorst had kunnen bereiken. Maar ja, dat heeft nog allemaal geen zin meer. Ja, tuurlijk wel. Ze haalt het wel. Nee, dat bedoel ik niet. Hij ziet het natuurlijk als een bekentenis van Celia. Jij kunt bewijzen dat ze het niet gedaan heeft. Ik weet het niet meer, Janine. Jij was gisteren bij haar.
Heb je niks aan haar gemerkt? Nee, ik vond dat het juist wel weer wat beter ging met haar. Oh ja? Ja, ze zat duidelijk op jou te wachten. Ze wilde zich zelfs optutten. Optutten? Ja, maar ik... ik had niks bij me, dus... toen vroeg ze of ze mij een sjaal mocht lenen. Ik kon toch ook niet weten wat ze van plan was. Ik vond het juist een goed teken dat ze zich weer een beetje... Zien, hoe kan je dat nou doen? Alles waar ze zich iets mee zou kunnen aandoen is er afgenomen. En jij geeft haar een sjaal? Ik had gewoon geen idee dat ze... Oh, waarom ben ik zo stom geweest? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Rustig maar. Jij kan er ook niks aan doen. Nee, het is jouw schuld niet. Heeft ze dan helemaal niks gezegd? Ik bedoel, iets waaruit we dit kunnen begrijpen. Ja, we hadden het erover. Hoe ze ervoor stond. Ja? En wat zei ze toen? Ja, ik weet het allemaal niet meer precies, maar... Misschien heb ik er het gevoel gegeven dat ze kansloos was. Ja, ik heb natuurlijk niet gezegd dat ik niet meer in de geloofde, maar... Zo dacht ik er wel over en dat moet ze hebben gevoeld. Oh, Daniel, toen ze het gevoel kreeg dat ik ook al niet meer in de geloofde. Dat moet het geweest zijn. Ik hou het spijt me zo. Het is allemaal mijn schuld. Nee, het is jouw schuld niet, meisje. Hey. Het komt allemaal door die hufte van een Bronkhorst. Hij heeft haar leven kapot gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze niet verder wilde leven. En dat ga ik hem vertellen over. Hey, heb jij die brief ergens anders opgeborgen? Welke brief? Ja, die met die sleutel natuurlijk. Zeg dat je hem ergens anders opgeborgen hebt, dat je hem in de kluis hebt gestopt of mee naar huis hebt genomen. Ik zou wel gek zijn, waarom zou ik? Heb je al goed gezocht? Ja, alles is weg. De brief, de advertentie, de sleutel, alles. Dat meen je niet. Wat moet ik nou? Heb je het zo gevonden? Nee. Ik had het eerst helemaal niet in de gaten. Ik kan niet eens meer naar de politie. Nou al helemaal niet meer. Zijn nog andere dingen weg? Nee. Wat moet ik nou? Moet ik nou toch de politie gaan vertellen van Hogendoorn? Remco, wat moet ik nou doen? Ja, weet ik veel. Nou, jou heb ik ook niks. Het enige wat ik weet is dat jij nu naar de politie gaat. Wat erop neerkomt dat je je gaat aangeven bij de politie. Ja, ja. Hey, wat denk je? Zou het de schrijver zijn die de brief heeft meegenomen of iemand die van de brief afwist? Het kan ook toeval zijn. Ja hoor, toeval. Iemand breekt hierin, heeft gelijk door dat hij iets met die brief kan. Dat vind ik wel heel erg toevallig. Wie denk je dan dat het is? Ja, Hogendoorn natuurlijk niet anders. Weet ik het? Daniel misschien? Deze meneer wordt Cilia wel een stuk minder verdacht. Daniel. Maar dat zie ik niet. Die doet zoiets niet. Die is veel te braaf voor dit soort dingen. Dat moet Hogendoorn geweest zijn. We moeten die brief achterhalen nog voordat hij bij de politie belandt. Als hij daar al niet ligt. Daar stel ik u verantwoordelijk voor. Kunt u doen, ja. U schiet er alleen weinig mee op. Dat kan u helemaal niks schelen. Wat maakt het u uit als u mensen vals beschuldigt? Daar ligt u niet wakker van. Nou, mijn vriendin wel. Ze ligt net zo lang wakker tot ze niet meer verder wilde leven. Maar als ze onschuldig is, hè, waarom wilde ze dan dood? Het is niet waar. Hij zegt het ook nog. Schaamt u zich niet? Iemand zo lang tergen tot ze niet meer verder wil leven en dan ook nog zeggen dat ze schuldig is? Ja, nou is het maar genoeg, meneer Daniel. Dat is helemaal niet genoeg, verdomme. Hier, u heeft haar de vernieling in geholpen terwijl u dit had moeten zoeken in plaats van haar kapot te maken. Wat is dat? Dit is het bewijs. Dit is een dreigbrief van een huurmoordenaar. De sleutels van Houten hotelkamer en een heel dubieuze advertentie. En dit alles lag in het bureau van Diane Albers. Hoe komt u eraan? Ja, ik neem toch aan dat zij u die spullen niet gegeven heeft. Wat doet het ertoe? Dit bewijst dat Cilia onschuldig is.
Meneer Daniel, mag ik u erop wijzen dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal door geen enkele rechter geaccepteerd wordt? Het is bewijsmateriaal. En hiermee kunt u de echte dader vinden, want dat was Cilia niet. Daar kunt u nou niet meer omheen. Nou, het betekent niet dat zij dat niks mee te maken heeft. Maar goed, ik zal het laten registreren. Tjonge, jonge. Hallo, mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Hoe is het met je? Nou, redelijk. Mooi. Wat is er? Verwacht je iemand? Want dan kan ik wel eventjes in de gang wachten. Nee, op naar binnen. Ik ben gewoon een beetje van slag. Oh, hoe dat zo? Ja, ik kan het je maar beter meteen vertellen. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Cilia heeft een zelfmoordpoging gedaan. Ze ligt in coma. Wat vreselijk. Het idee dat ze... Ze kon er dus niet meer aan. Nee. Ze moet hebben gevoeld dat ik niet meer achter haar stond. Ik kon het gewoon niet meer. Ik kon het niet meer opbrengen. Ik geloofde niet meer in haar. Denk je dat dat de doorslag heeft gegeven? Ja, het moet wel. Het erge is, ze heeft geprobeerd om zich op te hangen met mijn sjaal die ik er geleend had. Ik heb haar gewoon geholpen om zichzelf van kant te maken. Ik kan mezelf wel wat doen. Janine, het is jouw schuld niet. Jij kan er toch niks aan doen dat Jan Cilia ervoor laat opdraaien? Ik had gewoon beter op te moeten letten. Dan was het allemaal nooit gebeurd. Onzin. Als Dian zichzelf had aangegeven, dan had Cilia hier gewoon gezeten. En dan was het allemaal nooit gebeurd. Het staat nergens op dat jij je schuldig gaat zitten voelen. Het is allemaal Dian der schuld. Maar we krijgen er wel. Hey. Administratiehotel Dendermonde. Pas je er goed op? Natuurlijk. Ik zal het persoonlijk bewaken. Het gaat goed in met het hotel. Ja, gaat hartstikke goed. Beetje te goed als je het mij vraagt. Het is echt vreselijk druk de laatste tijd. Maar waarom vraag je niet of Arthur af en toe een beetje kan helpen? Ah, nee. Hij heeft toch zijn eigen werk. Maar ik vind wel leuk dat hij weer bij ons woont. Ja, het is misschien wel beter zo. Bij jou hoeft het tenminste niet zo stiekem te doen de hele tijd. Ja, of je naar thuis of bij ons bent. Harms komt toch elk moment binnenwandelen. Nee, het beste is om zo'n alarm bij je te hebben. Zo'n Harmse alarm. Misschien kunnen we wel korting krijgen als we er meer bestellen. Toch? Ken nog een paar liefhebbers. Ik hou je toch niet op? Nee hoor. Ah. Het is helemaal niet zo druk vandaag. Ik ben blij dat ik vanmiddag vrij ben. Wou dat ik het kon zeggen. Wat ga je doen? Ik ga met Arthur de stad in. Ik ga een cd kopen en dan gaat hij me helpen uit te zoeken. En daarna gaan we wat rondslenteren. Ik weet nog niet, we zien wel. Leuk. Was er niet zo'n tentoonstelling over de geschiedenis van rock'n'roll? Iets met oude jukeboxen? Ja, Rick vertelde mij zoiets. Is het misschien wel leuk om naartoe te gaan dan? Ja, dat is misschien wel leuk voor Arthur. Misschien kan hij iets meenemen voor zijn programma. Luistert hij wel eens naar zijn programma? Nee, bijna nooit. Ik moet altijd werken rond die tijd. Nou, dan kun je toch gelijk de muziek aanzetten. Oh, hij doet het zo goed. Hij heeft zo'n mooie stem. Nou, om die te horen hoef ik de radio niet aan te zetten. Veel plezier. Dankjewel. Ik had al gehoopt dat ik jou hier zou vinden. Hé, hey Maya. Hé. Hey. Dat is een tijd geleden. Ja. Heb je eventjes tijd om erbij te komen zitten? Oh, heel veel zelfs. Wat ben je aan het doen? Oh, ik was even een programma aan het voorbereiden. Wil je iets drinken? Ja, graag. Koffie. Koffie. Ik denk dat je even moet wachten. Ik zie niemand dus. Oh, gelukkig. Nou, je bent heel wat van plan, zie ik. Allemaal oude mannenblues. Hoezo oude mannenblues? Ach, zo noem ik dat. Ik hou er wel van. Huh? Mijn vader had kasten vol met dat soort platen. Soms kon je de stem niet eens meer onderscheiden van het gekraak. Heb je die platen nog ergens? Misschien. Ik wil wel even voor je rondneuzen. Als je dat zou willen, graag. Ik vind het zo leuk om je weer te zien. Ik liep toevallig langs en ik dacht even kijken of Arthur er is. En zo waar. Ik luister bijna altijd naar je. Je bent er even tussenuit geweest. Toch? Ja. Ik moest gewoon even bijkomen. Wat we daar maar ophouden.
wat je wil. Ik kan goed luisteren, hoor. Dat weet ik nog. Daar wil ik even weten wat je hiervan vindt. Mevrouw van Hout-Albers. Wat komt u doen? Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons mee te komen? Ik heb hier een arrestatiebevel voor u. Ja, is goed. Huh? Wacht even. Hoe vind je die? Ja, klinkt goed.